Zullen we het voor één keer anders aanpakken? Want grote wijn die vraagt een fijnzinnige behandeling. Ik kijk meteen naar Stijn. Stijn, ja. Wat ben je hier nu allemaal aan het doen? Ik zie zoiets, karaferen had ik wel door, maar plots heel bolvormig. Ja, ja. Dat is de Marne karaf van Riedel, die inderdaad bol is. Grote oppervlakte. Ja, doe juist al iets fijn, wat niet. Ja. Ja, maar Sangiovese manifesteert zich wel als zijnde vol, ja. Rijk. En dan vooral als het een Brunello is. Vooral als Brunello is. Ja. Ja. Brunello, Toscane, uiteraard. Ja, de naam of de grootste wijn misschien wellicht die Toscane ooit en ook nog vandaag gemaakt heeft. En waar we het nog niet zozeer over gehad hebben, dat is over het jaartal 2015. Ja. Staat zelfs volgens het Consorzio del Vino, del Brunello di Montalcino, aangeschreven als het een van de grootste topjaren. 5 sterren beloond, beter dan niet. Kun je daar een beetje bij aansluiten? Absoluut. Ja. En wat maakt een jaar zo groot? Ik denk vooral de cyclus van de druif, de rijping, de egaalheid, niet pieken in temperatuur, de neerslag die perfect zit. Ja, dat is een millesime die bepaald wordt door puur klimaat. Reken daar ook nog de naam van de producent bij. Fanti, ja, een familiebedrijf dat toch al jaren aan de slag is. Gesticht door Filippo Fanti en vandaag de jongste generatie die eraan het werk is. Man met een heel pak wijngaarden, meer dan 100 hectare. Betere, geëxposeerde wijngaarden. Uiteraard ook oudere stokken Sangiovese. En wat zo specifiek aan die Brunello is, dat is dat die naast de 24 maand vatrijping, niet alleen kleine vaten, maar ook voedervaten, nog eens 18 maanden op fles gerijpt heeft. En bij een groot jaar mag dit beste. Dat mag zeker en vast. Ja. Zeker en vast. En groot jaar, grote wijn, groot glas. Groot glas. Ja. In de selectie zit ook de Rosso van Fanti. Ja. Hebben we gekozen voor dit Syrah-glas. Mm-hmm. Tweemaal Sangiovese, maar de wijn is totaal verschillend. Brunello is echt stevig. Hier hebben we wel die tanninestructuur. Het jonge fruit van de Rosso gaat plaatsmaken voor meer het rijpe, het geconfijte voilà. Bijna. Ja. Die tanninestructuur die we gaan ervaren, gaat ook beter tot zijn recht komen in veel de cabernet. Veel krachtiger, veel rijker. Wat me ook opvalt, dat is dat deze wijn zich echt al door het karaferen heel vlot en toegankelijk ontplooit. Is nu perfect te drinken, mm-hmm. maar we proeven inderdaad potentieel van die wijn om hem nog even in de kelder te laten liggen. Maar met een karaf, met een goed glas, gaan we eigenlijk al enkele jaren vooruit. En dan de Toscaanse zonder wijn. Ik kan er meest bij voorstellen. Ja. En vooral Italiaanse keuken, je zegt het zelf. Zou jou niet onbekend zijn, Stijn? Nee, klassiek tagliata, rood vlees, heel kort toegeschroeid. De krokante spiciness van de rucola daarbij, goede olijfolie. Zeg, ik heb me laten vertellen, jij woont in de Vlaamse Ardennen. Ja. Dus koers zal jou niet onbekend zijn. Helemaal. Ik heb ooit het geluk gehad om iemand te interviewen van wie dit de lievelingswijn is. Ken je Fabian Cancellara? Die ken ik absoluut. Ja, oké. De man die eigenlijk alles gewonnen heeft. En toen hij de Ronde van Vlaanderen gewonnen heeft, toen vertelde hij mij, dankzij de dag ervoor, een glas Brunello di Montalcino. Nog een reden nodig om een flesje van dit kaliber te openen?